dit Duitse Waddeneiland hier achter me worden de vrouwen op 5 december Sinterklaasavond door Sint-Nicolaas op de kont geslagen. Bij ons is het Sinterklaasfeest behoorlijk gepacificeerd. Sinterklaas is een goedmoedige oude man geworden. Maar hier zijn de Sinterklaassen nog heel primitief. Ze rennen door de straat, zitten de meisjes achterna en ze springen van het dak. Op deze avond van de 7 december vieren de bewoners van dit meest afgelegen Nederlandse eilanddorp het oude Sinterklaasfeest. Normale regels gelden dan niet. De werkelijkheid is tijdelijk opgeheven. De vrouwen moeten binnenblijven en als de Sinterklaassen binnenkomen moeten ze over de stok springen. Buiten, krachtmeting. We moeten oppassen. In Oostenrijk worden de vrouwen ook geslagen. Kinderen worden getraumatiseerd in onze ogen. Het is het door. Ze houden een soort initiatierieten. Ik ben hier in een dal dat tot 1900 gesloten was voor de buitenwereld. Vier dorpen waarvan men niet wist dat ze bestonden. Ik raak ervan overtuigd dat deze feesten veel ouder zijn dan de legendarische bisschop Sint-Nicolaas van Myra, die rond 340 stierf. Het vermoeden is dat de vruchtbaarheid midden in de winter weer opgewekt wordt.